Welkom bij Arnhem Report op reces met. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik alle Arnhemse raadsfracties in de Eusebiuskerk. Vandaag Daniël Becker, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hoe groeit hij in zijn rol als vicevoorzitter van de Arnhemse gemeenteraad en blijft zijn geloof hem nog altijd inspireren en beïnvloeden? Meneer Becker, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Tweede seizoen weer van opreces met, dat we elkaar spreken. Ja. In het reces van de lokale politiek. Allereerst misschien even zo in deze recesperiode. Ik kan me voorstellen even wat minder politiek, een beetje afstand van nemen. Wat doet u dan zoal als u even, naar aan en wat minder met politiek bezig bent? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, ik klus een beetje in huis. We zijn op vakantie geweest naar het buitenland. Mm-hmm. En ik wandel heel graag in de omgeving van Arnhem. Ja. Kans geweest, zegt u. Ik begreep al dat het Griekenland geweest is. Ja, hoe was inderdaad. Nou, het viel eigenlijk wel mee de eerste week met de hitte. Het was daar kouder dan in Nederland op dat moment. Yeah, yeah. We een beetje raar weer gehad, maar het was prachtig. Yeah. Veel gezien, veel gedaan. Okay. Ja, voor mij ook een bijzondere band, want uw vrouw komt daar vandaan, toch? Ja, dat is de plaats waar de familie van mijn vrouw vandaan komt. Ja. Dus schoonfamilie nog weer gezien? Het gaat natuurlijk wat bezoekjes afleggen. Ja. Je moet wel een beetje oppassen dat familieaangelegenheden dan niet de boventoon voeren. Mm-hmm. Maar we hebben echt een goede vakantie gehad met elkaar. Ja, mooi. Dus weer even bijgekomen. Ja, dat wel. Van een druk jaar. Oké. Een beetje wandelen en dergelijke. Dus ontspanning zoeken, dat lukt wel even in deze periode? Ik wandel meestal tot ik weer in mijn gedachten bezig ga wat er eigenlijk alle dag gewoon moet gebeuren. Ja. Bijvoorbeeld in de politiek of bijvoorbeeld in mijn gezin of op mijn werk. Ja. En als dat punt bereikt is, dan ga ik weer naar huis. En meestal is dat wel ergens op de helft. Dus dat is een goede manier om even rust te vinden en prioriteit te stellen. Ja. Ja, u zegt al werk. Misschien denken we soms dat politici ook in Arnhem vooral politici zijn. Maar dat is geen fulltime baan natuurlijk. Wat doet u verder daarnaast inderdaad? Nou, er zijn wel politici fulltime in Arnhem bezig met hun politieke ambt. Mm-hmm. Ik denk dat het eigenlijk voor iedere politicus, ook voor een Tweede Kamerlid, goed is om zoveel mogelijk ook in de maatschappij deel te nemen. Ja. Ik werk in het ziekenhuis. Mm-hmm. Maar ik vind het daarnaast ook leuk om gewoon ook in de wijk bijvoorbeeld de stoep schoon te maken. Dat soort dingen, zodat je gewoon een beetje ziet wat er verder speelt. Want komt de politiek wel echt op één te staan en dan met afstand de rest van de samenleving. Mm-hmm. Terwijl het juist echt een mix moet zijn. Ja. En als u zo in die recesperiode een beetje terugschoot op de afgelopen jaren. En u denkt dan misschien aan dingen waar u trots op bent in de politiek. Het mag algemeen zijn, misschien uw partij heeft gezegd, ik heb zelf iets gedaan wat me nog goed bijstaat. Wat komt er dan bij u naar voren? Nou, ik ben eigenlijk wel trots op mijn mede-raadslid Natie Neders. Als mm-hmm. zij haar werk doet, heb ik veel bewondering voor. Ze mm-hmm. is toch een jaar geleden begonnen en ze heeft zichzelf heel snel eigen gemaakt. Dus ik zit er alles heel ontspannen bij als zij naar voren gaat. Okay. Daar ben ik trots op. Ja. Ik ben helaas niet zo blij met de politieke vruchten van het afgelopen jaar. Niet zozeer alleen voor de ChristenUnie, maar in het algemeen. Ja. Komen zo op, maar begon ik met trots, hè? Ja, precies. Oké, u zegt ik ben trots op uw mederaadslid. Ik heb ook nog even teruggekeken naar waar we vorig jaar allemaal besproken hadden. Misschien nog wat meer dingetjes terug. Maar een van de dingen die u toen zei, dat vond ik een van de mooiste quotes van 2018. U zei, een sterke leider maakt anderen zwak. Waarbij u eigenlijk aangaf van ik moet wat meer op de achtergrond treden en anderen sterk laten worden. Ja. Bent u daar dan goed in geslaagd? Moet u zelf aangeven van mijn mederaadslid heeft zich prominent kunnen ontwikkelen? Nou, ik vind dat het nog meer vorm mag krijgen. Maar ik vind ook wel, ik praat van mezelf nogal veel. En ik merk wel steeds meer dat ik er beter in word om wat meer te zwijgen en wat meer op de achtergrond te gaan staan. Ja. En dat begint al met die ontspannen houding als iemand anders het werk aanpakt. Ja. En ik hoop dat verder uit te bouwen. En dan komen anderen vanzelf meer tot hun recht. Nog meer dan nu het geval is. Ja. En kunt u ook misschien die uitspraak nog wat meer doen? Een sterke leider maakt anderen zwak. Dat is misschien wel een hele andere visie op leiderschap als wat we vaak hebben. Of wat leiders plegen te doen, zeg maar. Wat heeft u precies mee bedoeld? Nou, in het algemeen denken mensen meer te leren van de sterke mensen om hen heen dan van de zwakke mensen om hen heen. Bijvoorbeeld een bekende ondernemer of een sportheld. Maar vaak hebben die hun omstandigheden wel mee. Of hun achtergrond wel mee. Of hun fysieke gesteldheid hebben ze erg mee. En het is mijn ervaring dat je juist kan leren van de zwakken om je heen.
En mensen die zwak zijn van zichzelf, of het nou fysieke zwakte is of psychische zwakte, mm-hmm. die denken vaak goed na voordat ze iets ondernemen. Mm-hmm. En geven dat op een bepaalde manier vorm, zodat ze dat ook een tijd lang vol kunnen houden. Mm-hmm. En ik heb juist bewondering voor bijvoorbeeld vrijwilligers met een moeilijke achtergrond, ja. die jarenlang bezig blijven. Soms vanuit een achterstandspositie, mm-hmm. Maar toch elke keer er weer in slagen om mm-hmm. er te zijn voor iemand anders. Mm-hmm. En dat zijn de zwakken die ik dan bedoel. En mm-hmm. met een leider heb je dat eigenlijk ook. Mm-hmm. Veel mensen denken een sterke leider, dat is goed. En dat je moet als leider of als fractievoorzitter ook af en toe best wel eens heel duidelijk kunnen zijn. Dus van mm-hmm. nou, zo gaan we doen en niet anders. Mm-hmm. Maar als je al te sterk op de voorgrond treedt, mm-hmm. dan durft niemand eigenlijk bij je in de buurt te komen. En ja. durft niemand te zeggen van, joh Daniel, zou je dat nou wat is... zo aanpakken. Mm-hmm. Waarom niet anders? Mm-hmm. En gelukkig heb ik ook wel mensen in mijn fractie af en toe bij mij de spiegel voorhouden, zich mm-hmm. daar fijn toe voelen. Maar dat is wel iets waar je mensen de kans voor moet geven. Mm-hmm. En ja, dat bedoel ik daarmee. Ja. Is die hele politieke arena dan wel een plek waar die zich echt prettig voelt? Dat, ja, als je dat beschouwt, zijn dat vaak niet mensen die per se hun zwakte tonen en heel lang en overwogen nadenken voor ze iets poneren, zeg maar. Hè? Dus vaak juist ja. snel en laten zien dat je er bent. En nou ja, soms misschien een beetje ook wel haantjesgedrag en elleboogjes, of zo gezegd. Dus, voelt u zich daar dan wel in thuis? In zo'n, Nou, ik vind wel dat en soms word ik er zelf ook wel van beticht hoor, maar dat we behoorlijk opportunistisch bezig zijn mm-hmm. in de politiek in het algemeen. Mm-hmm. Er hoeft maar iets in de krant te staan, vaak een bekend feit, mm-hmm. En mensen vallen eroverheen. Ik zat al te wachten op het moment dat een partij vragen zou stellen over het artikel in de Gelderlanden over prostitutie bijvoorbeeld, terwijl we al lang weten mm-hmm. Met elkaar dat Arnhem een centrum is van prostitutie. Mm-hmm. Dus ik vind politiek vaak behoorlijk opportunistisch. Ja. Een beetje gespeelde verontwaardiging dan? Ja, inderdaad. Ja. En dan weet je van tevoren al dat het stadsbestuur ergens aandacht voor heeft. Maar dan vraag je nog meer aandacht voor deze uiterst belangrijke zaak. Ja. En dat vind ik dan wel eens een beetje vervelend. Ja. Maar in het algemeen zie ik politiek als het werk wat ik doe voor mm-hmm. de stad. Uit mm-hmm. roeping, als vanuit goede burgerzin, maar ook als christen, als gelovige vind ik dat je wat voor je samenleving moet doen. Mm-hmm. Is het nou iets zeg maar, wat mij meer tot mijn recht laat komen als persoon? Of wat ik echt als mijn roeping ervaar voor, mm-hmm. voor mijn persoonlijkheid? Mm-hmm. Dan denk ik, nou, dat is misschien wat minder. Het past misschien wat minder bij me dan dat je zou hopen. Mm-hmm. Maar ik kan het wel goed doen. Het is leuk om te doen, meestal ook wel. Yeah. Dus ik denk ook wel dat het goed is als bijna iedere burger van Arnhem wel eens een keer mee zou draaien in een politieke partij. Yeah. Of wat betrokkenheid zou tonen. Yeah. Hoe vindt u dat, die betrokkenheid van de burger en de burgerparticipatie, om zo maar te noemen, dan op dit moment met de Arnhemse politiek? Ja, er wordt vaak gesproken over een kloof tussen politici en burgers. Mm-hmm. Maar politici zijn eigenlijk burgers die zich dienstbaar stellen aan hun stad of aan, mm-hmm. Aan hun land. En zodra je ook maar op een politieke partij stemt of op een lijst komt, een kieslijst komt op een politieke partij, lijkt er een soort van kloof te ontstaan. Oh ja, mm-hmm. die is politiek geëngageerd. Dat is mm-hmm. zo'n type die daar die raber in hobby op nahoudt. Mm-hmm. En ik denk dat het goed zou zijn als burgers wat meer die kloof ook zouden willen dichten vanaf hun kant. Mm-hmm. En als politicus kun je heel veel moeite doen om met burgers in gesprek te gaan. Of ergens af en toe wel eens een beetje de thermometer in te steken. Of in gesprek te gaan met mensen, ook al sta je bij een supermarkt in de rij. Mm. Maar aan de andere kant is het ook wel fijn als burgers snappen. Ja. Het klinkt een beetje blieren, maar als ze met elkaar gaan snappen. Mm-hmm. Dat die mensen nou eenmaal nodig zijn om een stad bestuurbaar te houden. Ik denk zeker dat dat een punt is. Aan de andere kant... om dan ook even de brug te slaan naar de huidige bestuurscrisis. Die burger leest ook allemaal dingen in de krant over politici die van alles van elkaar vinden en roepen. Dat het niet altijd even aantrekken. Ik kan een paar quotes zeggen, maar meneer Koenders die zegt, na aanleiding van bestuurscrisis van de partijen zijn beïnvesteerde processen, niet met het leiden van de stad, moet stoppen met elkaar te schofferen. Meneer Van der Laak zegt, is het wespennest oplossen, wordt er personen ingehakt. U zegt zelf, van de wil om samen te werken ontbreekt. Ja, dat laten we allemaal optekenen richting elkaar in de, ook in de media. Dat is kennelijk de sfeer die er is. Ik kan me voorstellen dat die burger denkt van, hoeft mij even niet zo nodig meteen met die Arnhemse politiek. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En dat is iets waar ik ook zelf deel van uitmaak. Ja. En wat mij ook moeilijk lukt om dat te doorbreken. Mm-hmm. En soms is het goed om dingen bespreekbaar te maken door het eerst aan de kaak te stellen. Mm-hmm. Maar ik hoop wel dat de coalitiebreuk die er nu, waar nu sprake van is, mm-hmm. Dat een aanleiding vormt
om hierover met elkaar nader in gesprek te gaan. Net zoals de vorige coalitiespreuk eigenlijk ook aanleiding was om over de bestuurscultuur te spreken met elkaar. Denk ik dat het goed is dat we hier met elkaar nader naar kijken. Van, ja, maar hoe komt het dan dat we elkaar zo weinig lijken te gunnen en dat we elkaar zo in de haren vliegen? Ja. Misschien was er nog een extra aanleiding nodig, toch? Ja, lijken we wel verschillende aanleidingen al wel gehad. We noemden de vorige coalitiebreuk, maar vorig jaar hebben we natuurlijk ook wij in ons gesprek met alle gesprekken veel over de Port Frisse gehad. Hè, want dat was toen vlak voor die zomer. Ook dat was een aanleiding natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan. Ja. En nu is inderdaad een nieuwe aanleiding. Maar als we terugkijken naar de Port Frisse, want ondanks het is nu al anderhalf jaar geleden of zo, maar het lijkt toch nog weer heel actueel. Ook als je alle gesprekken met informateurs terugleest, begint iedereen er bijna wel weer over op een of andere manier. Zijn daar voldoende lessen uitgetrokken uit dat rapport? Nee, hadden we überhaupt lessen moeten trekken? Dat vind ik helemaal niet. Ik denk er zijn natuurlijk in het rapport Frisse werden wel twee wethouders op de hak genomen. Mm-hmm. Op een manier die mij ook niet, waarvan ik vond dat die ook niet paste. Nee. Maar, dat is ook meer de uitleg van het rapport. Maar dat is niet waar de situatie in de Arnhemse politiek echt om draait. Het was natuurlijk wel sensationeel om dat zo te brengen. Mm-hmm. Maar en smeuïg zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het draaide om veel meer. Zeker, maar dat heb ik vorig jaar ook horen noemen. En in de gesprekken ook weer inderdaad. Dus er werd een bepaalde uitleg gegeven waar twee partijen, met name twee wethouders, echt de schuld van hebben gekregen. Ja. Maar zo hoef je het rapport natuurlijk niet per se te lezen. Er staan natuurlijk best wel adviezen in dat rapport waarvan je zou kunnen zeggen. Dat vinden we goede adviezen. Ik weet niet of jullie ook daar zo naar kijkt. Als je het even los van de persoon trekt. Nou, een sterkere rol voor de gemeenteraad bijvoorbeeld. We hebben nu een college van wethouders en burgemeester. Wat minder sterk op de voorgrond treedt dan dat vorige college. Ja. En we hebben een gemeenteraad die sterker op de voorgrond treedt met haar wensen. Ja. Dat komt eigenlijk nog niet tot z'n recht, omdat de politieke verdeeldheid in de raad zo groot is. Mm-hmm. Dat het eigenlijk eerder een kakofonie van wensen is. Mm-hmm. Dan dat het een sterke raad is die eensgezind zegt van nee, we willen het niet zus, we willen het zo. Ja. En zich ook hard maakt daarvoor. Ja. Maar even het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld met de fracties of de fractievoorzitters. Gewoon eens even een aantal keer bij elkaar zitten. Maar even goed naar die. Even los van de emotie en de persoon. Maar even goed naar die adviezen in dat rapport te kijken. Rapport frissen. Maar kijk van. Nou, zijn we nou eigenlijk nog op de goede weg? Hebben we die punten al goed geïntegreerd met elkaar? Nee, die momenten zijn er niet geweest. En natuurlijk zijn er wel momenten dat je als fractievoorzitter bij elkaar zit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij een presidium zitten de fractievoorzitter bij elkaar. Ik zit er dan als vicevoorzitter van de raad. En Nati Nede doet dan het woord namens de ChristenUnie. En dat lijkt me goed als jullie daar als pers ook een keertje bij zijn om de... Nodig ons uit. Ja, nee, het is een openbare bijeenkomst, maar je bent daar van harte welkom. Okay. Maar het is goed om daar ook een keer de sfeer te proeven. En vaak is dat een raadsvergadering in een notendop met ook de dynamiek van die raadsvergadering, maar dan ook geconcentreerd. Ja. En het lijkt me goed als de pers daar ook eens bij is om te kijken hoe het daar dan geldt en zelfs. Ja. Maar u zegt van die momenten zijn er eigenlijk niet geweest. Is dat dan niet jammer? Want dat rapport is met best wel veel ophef gebracht en neergezet. En je kunt van alles van vinden hoe dat gedaan is. Maar dat er dan uiteindelijk misschien zo weinig mee gebeurt door de politiek zelf. Nou ja, dat is wel een beetje, soms wel een beetje gangbaar in politiek Nederland. Er komt een rapport en daar zeggen we wat van. En er gebeurt vervolgens weinig. Hè? Ja. Een mooi voorbeeld daarbij, een schijnend voorbeeld eigenlijk ook wel, is bijvoorbeeld alle rapporten die over de geluidswal en Presikhaaf zijn verschenen. Giftige grond. Nou, enkele jaren later is het nog steeds giftige grond. Mm-hmm. Er komt nu weer een onderzoek naar de giftige grond. En er komt er waarschijnlijk weer een rapport waarin staat dat het giftig is. Mm-hmm. Maar die wal moet er gewoon weg. Ja. We hebben nu vrij lang al te maken met een moeilijke bestuurscultuur in Arnhem. Mm-hmm. En er is een rapport over verschenen, maar die cultuur moet anders. Ja. En dat is toch een heel stuk moeilijker dan een rapport schrijven. Ja. Voor die rapporten, daar doe je professoren of andere experts in. Mm-hmm. En dat is goed, maar je moet er toch met mensen uit het veld samen een oplossing voor vinden die daarbij passen. Inderdaad. Anders blijft een papieren tijger, lijkt mij. Inderdaad. Ja. En dat is iets wat moeilijk op gang komt. Ja. En ik denk ook wel dat ik ook, maar iedereen ook in de raad, in het politieke bestel, die heeft daar ongewild heeft daar een aandeel in. Ja. En daar moet je jezelf bewust van worden. In bijvoorbeeld ook vlak van de informateur zeg je van, moet zorgen voor een stukje empathie, vertrouwen, gunfactor. Tijd nemen om elkaars overtuigingen en principes wat te onderzoeken en te leren kennen. Dat klinkt ook gewoon als van dat kunnen we ook gewoon doen met elkaar. Waardoor lukt dat toch dan maar niet? Nou ja, gewoon doen is soms wel wat ingewikkelder blijkbaar. Als ik terugkijk naar de vorige coalitiedeelname van de ChristenUnie toen hij een wethouder
voorstelde aan de raad. Mm-hmm. Zij werd bevraagd op haar lidmaatschap van de ChristenUnie. En de fractievoorzitter van de VVD vond het ook moeilijk om het woord ChristenUnie uit te spreken. Mm-hmm. Dat was wel een moment dat je heel diepgaand ziet. Mm-hmm. Dat je achtergrond er blijkbaar wel toe doet. Mm-hmm. Als je de stad wil dienen als wethouder. Mm-hmm. En dat het voor sommige partijen toch wel erg moeilijk ligt om een wethouder van ChristenUnie huizen. Het werd toen anders uitgesproken. ChristenUnie huizen ook aan te stellen. En maar waarom dan? Waar lag die gevoeligheid dan volgens u? Die gevoeligheid lag erin in het vermoeden dat deze wethouder niet voor de hele stad een wethouder zou zijn. Ja. En dat vind ik heel jammer als mensen er vooraf al van uitgaan dat een wethouder van een bepaalde partij, of het nou SP, GroenLinks, VVD of ChristenUnie is, dat hij dan alleen voor zijn achtergrond er zou zijn. Maar een wethouder is die vanwege de christelijke achtergrond inderdaad. Ja. Ja, dat is, werkt niet verbindend, kan ik me voorstellen. Nee, dat werkt niet verbindend. Maar dat maakte voor mij ook wel zo dat ik dan denk van nou, verdiep je eens in de achtergrond van zo'n partij. Ja, en wat beoogt zo'n partij nou eigenlijk? Ja. En ik weet redelijk goed het gedachtegoed van de grote partijen in Nederland. Mm-hmm. Maar ik moet nog steeds eigenlijk verder verdiepen in dat meer van de kleintjes. Ja. Om goed te begrijpen wat is hun logica daarin. Ja. Ja. Ja, precies. Oké. Okay. U heeft ook al een aantal keer aangegeven van ik ben eigenlijk wel in die hele bestuurscrisis voor een minderheidscoalitie. Hè? Ja. Het blijkt me heel moeilijk om een puzzel te leggen. Hè? De informateurs zijn een aantal weken bezig geweest en zeggen eigenlijk van wij zien de oplossing nog even niet. Hè? Na de vakantie weer verder. Ja. Dus blijft een beetje speculeren op dit moment. Maar waarom die minderheidscoalitie? Ja, ik ben ook echt de enige die een minderheidscoalitie voorstelt. Ze zullen wel niet komen, maar ze zijn toch geïnteresseerd naar u. Maar het is wel leuk om daarom gevraagd te worden natuurlijk. Ja. Nou, enkel getalsmatig al. Er zijn zoveel fracties in de gemeenteraad. Mm-hmm. De grootste fractie in de raad is slechts 7 zetels groot. Dat is eigenlijk heel erg klein. Ja. Dus het is ontzettend moeilijk, alleen al getalsmatig gezien, om daar een coalitie uit te smeden die zorgt voor een bestuurbare stad. Mm-hmm. Ik heb zelf ook wel eens bij een coalitieoverleg gezeten in het verleden. Ja, je voorstellen dat je dat met z'n achten moet gaan doen of met z'n zessen. Ja. Nou, het wordt wel ingewikkeld. Ja. Sowieso ligt de 8 kamertjes toch wel een beetje ingewikkeld in Arnhem. Mm-hmm. Terwijl ik denk dat ze ook een hele nuttige functie kunnen hebben. Mm-hmm. Maar ik zie daar wel moeilijkheden in reizen. Ja. Dan heb je nog te maken met enkele partijen. Die ideologisch ver van elkaar verschillen. Mm-hmm. Er zijn ook partijen die vinden dat je qua politiek, het uitvoeren van politiek, dat je daar heel fel in kan zijn. Anderen vinden dat je daar wat gematigder in moet zijn. Mm-hmm. Dus er lopen verschillende breuklijnen door die raad heen. Mm-hmm. En het is nogal moeilijk om daar één taart van te maken. Ja. Ja. Daarom zeg ik van beter met minder partijen dan maar een minderheidscoalitie. Maar u gaf ook voor mij aan van dat geeft misschien ook juist op een bepaalde manier goed invulling aan het rapport Frissen. Om het op die manier te doen. Klopt. Hoe bedoelt u dat? Dat is het tweede deel van de redenering. Dat is indien moeilijk en daarom logisch om daar een minderheidscoalitie te neigen. Mm-hmm. Maar het voordeel is ook dat de raad een sterkere positie krijgt. Mm-hmm. Er is wel sprake van coalitie. Je hebt ook bijvoorbeeld een raadsakkoord waarin de raad alle macht heeft en het college slechts uitvoerend is. Maar dat betekent ook dat een college het heel erg moeilijk krijgt om beleid uit te stippelen en ook uit te voeren. Ik denk wel dat je een coalitie moet hebben, maar het zou de raad een veel sterkere positie geven, juist op sleuteldocumenten, op sleuteldossiers, om richting mee te geven aan de coalitie of aan het college. Mm-hmm. En als je in Arnhem tot een coalitie komt, die niet uit een minderheidscoalitie bestaat, dan is de minderheid zo klein. Mm-hmm. Want we houden graag al op bij plus 1 zetel. Hè? Dus boven de helft. Mm-hmm. Dan is die meerderheid zo klein dat je eigenlijk niet kan maken om met een meerderheid, dus de helft plus 1 zetel, je wil op te leggen aan de rest van de raad. Kun je dat niet maken in mijn ogen. En nou ja, goed, u heeft zelfs ook wel deel bij die gesprek gegeven. Wat is uw gevoel waar het nu heen zal gaan? Na de zomer, koffie gedronken worden in de proces. Ik denk dat we nog heel wat potten koffie aan moeten rukken. Ja. Ik denk dat iedereen uitgenodigd wordt voor een tweede gesprek. Mm-hmm. En vraagt of het echt zo moeilijk of dan wel makkelijk ligt als men denkt. Mm-hmm. Dus ik verwacht een tweede gespreksronde. Mm-hmm. Ik verwacht toch dat men zal proberen om te komen tot een coalitie. Mm-hmm. Dat is eerder gebeurd. Mm-hmm. En we hebben ook het resultaat daarvan gezien, zeg ik er ook maar bij. Maar hoe het verder gaat aflopen is voor mij echt een raadsel. Ja. Wat voor mij wel als een paal boven water staat, is dat wij als voorkeur geven aan een minderheidscoalitie waar de ChristenUnie niet van deel uitmaakt. Mm-hmm.
Maar we moeten dan maar zien wat er gebeurt. Kijk, als het echt nodig is, is de ChristenUnie natuurlijk een partij die verantwoordelijkheid neemt. Mm-hmm. Maar we vinden wel dat wij de verkiezingsuitslag op die manier wel het meeste recht doen. We zijn mm-hmm. een kleine fractie. En het is aan de grotere fracties nu om ook een data te stellen. Ja. En natuurlijk vind ik dat onze ChristenUnie-fractie bij moet dragen aan een goede bestuurscultuur en de bestuurbaarheid van de stad. Mm-hmm. Maar als grotere fractie, ja, dan heb je eigenlijk misschien nog wel meer verantwoordelijkheid daarin. Ja. Om je stem te laten horen op die manier. Dat verwacht ik ook echt van een grotere partij. Ja, oké, okay, dank u wel. Wat ik ook nog wel even wil hebben, en wat maakt misschien ook even met een bruggetje wel van iets wat u net al zei. Er heeft eerder in dit jaar een interview van u in de Gelderlander gestaan over wat radicale moslims en christenen met elkaar mm-hmm. gemeen hebben. Dat heeft best wat ophef gegeven, ook bij collega's van u, zeg maar. Ik voel dat ik daar ook wel een beetje bij kreeg, maar ik moet een beetje zoeken of u dat met mij deelt. Maar ik geef zelf aan bij het rapport Frisse van u neemt het daar eigenlijk best wel op voor de wethouders die daarin ook op een bepaalde manier werden neergezet. Dat deed u eens een van de weinigen. Viel mij op van in ieder geval mm-hmm. de partijen die daar niet bij hoorden. Wat mijn gevoel hierbij was, en misschien kun je straks ook nog eens een keer goed uitleggen wat u nou eigenlijk bedoeld heeft. Ja, dat er eigenlijk wel ook wel weer heel snel werd ingehakt door politieke tegenstanders op een manier die ik van hebben ze dan eigenlijk wel goed begrepen wat u heeft willen zeggen? Is dat uw gevoel daar ook bij geweest? Of? Nou, het leuke was dat heel veel reacties die op de website van de krant stonden, mm-hmm. Sloeg op de eerste twee zinnen van het artikel. Precies, ja. Het was een premium artikel, dus je moest inloggen om de rest te kunnen lezen. Ze hebben de rest niet kunnen lezen. De rest hebben ze helemaal niet kunnen lezen. Nee. En ophef over het artikel, het was een Twitterstormpje, zoals er zoveel zijn per dag. Ja. En dat enkele van mijn collega's daar een dag mee willen vullen, dat is bekend. Ja. Dus ik vond het allemaal heel erg meevallen. Er was geen onrust op straat, er was geen oploop voor mijn huis. Het valt allemaal heel erg mee. Vanuit de lokale politiek, politiek. Komt wel eens voor hoor. Maar, natuurlijk wel. Maar het stelde echt heel weinig voor. Maar wat ik bedoelde te zeggen in het artikel is kijk nou eens goed naar die jongen die zich zo opstelt naar zo'n meisje. Okay. En probeer je daar eens in te verdiepen. Ja. Je kan natuurlijk alles afwijzen wat je niet wenselijk vindt. Mm-hmm. En ik vind ook dat gedrag wat daar aan de dag gelegd werd, vond ik ook niet wenselijk. Mm-hmm. Maar probeer ook te kijken naar de achtergrond van zo iemand die dat doet. Ja. En ik mis dus wel oog voor de ander. Mm-hmm. En dat bedoel ik ook als ik het toch een beetje opneem voor zo'n wethouder die zo neergezet wordt in een rapport. Mm-hmm. Heb eens oog voor de ander. Natuurlijk mm-hmm. Waren het moeilijke persoonlijkheden in die rol. En misschien zijn ze dat nu nog steeds, mm-hmm. maar je moet er wel voor iemand anders proberen te mm-hmm. zijn. Ook mm-hmm. op de verkiezingsuitslag stond Gerry Elfrink helemaal alleen en in de zaal te luisteren naar de verkiezingsuitslag. Mm-hmm. En het is goed om dan met elkaar in gesprek te gaan. Mm-hmm. Dus hoe gaat het met jou? Mm-hmm. Hoe is het nou voor jou? Mm-hmm. In plaats van dat je verderop het glas heft met een schuin oog op iemand waarvan je denkt dat hij verslagen is, terwijl het compleet niet waar is. Nee. Heeft u dat gedaan die avond? Ik ben er met hem in gesprek gegaan en ik had wel het idee dat gegradeerd werd. Maar ik vind ook wel dat je niemand moet afschrijven. Nee. En natuurlijk baal ik ook wel eens van iemands optreden op een zeker moment. Maar dat wil niet zeggen dat je dan dat je iemand moet boycotten. Of de gedachte van dat heeft iemand verdiend. Ja. Die gedachten moeten van ons werpen. Ja, nee, helder. Om toch ook even terug naar het interview. Het was voor mij ook niet dat u het gedrag namelijk goed wou keuren. Helemaal niet zelfs. Hè, van, mm-hmm. Die moslimjongeren in dit geval met gedrag richting bijvoorbeeld meisjes. U zegt bijvoorbeeld van, ik had van huis uit niet geleerd hoe ik moest leven in een niet-christelijke omgeving. Ik was er niet op voorbereid. Hè. Dat is een beetje de vergelijking die u trekt, zeg, om u meer te verplaatsen in die ander. Kunt u dat wat toelichten? Ik zal er niet heel ver op ingaan, maar ik kom uit een bijzonder gezin. Mm-hmm. Met toch wat geïsoleerd profiel. Mm-hmm. Dus de normale maatschappij was mij vreemd. Mm-hmm. En ik heb ook weinig kennis gemaakt met popmuziek, maar ook met weinig kennis gemaakt met tv-programma's van die tijd. Dus mm-hmm. mijn collega's van nu praten over wat ze vroeg op tv zagen. Mm-hmm. Daar kan ik er nooit over meepraten. Ik heb geen flauw idee wat er toen speelde. Ja. Ook niet qua muziek of mm-hmm. qua jongerencultuur. Mm-hmm. En dat heb ik wel gemist in mijn jeugd. Dus mm-hmm. dat als het ware als persoon in de wereld geplonst ben vanuit een heel beschermd nest, vanuit een heel geïsoleerd gezinsnest. Mm-hmm. En dat heeft mij slecht voorbereid op mijn rol als man, als vader. Ja. Gelukkig kun je dat alles nog corrigeren op latere tijd. Mm-hmm. Maar het had toch anders gekund, ook wel makkelijker. Ja.
Maar je geeft voor mij eigenlijk aan, hè, en in vergelijking met die moslimjongeren die dat misschien ook hebben, van ja, je bent eigenlijk inderdaad niet goed voorbereid op de samenleving. Je wordt daar neergezet en je raakt in conflict mm-hmm. met wat je kent. Ja, toch? Dat, je raakt conflict met wat je denkt, wat je gelooft. Ja. Je bent ook verbaasd over wat andere mensen mm-hmm. eigenlijk denken, want daar heb je nog nooit eerder van gehoord. Mm-hmm. Of je hebt er meteen van gehoord dat verkeerd is. Mm-hmm. Of dat je dat niet hoort te denken. Mm-hmm. En dat zijn zaken waardoor je heel gesloten reageert mm-hmm. op je samenleving, op je medemens. Mm-hmm. En juist dat maakt dus dat mensen je ook gaan uitsluiten. Ja. Ja. Ja, en ik zeg dan van, nou, hè, op het moment dat je niet in zo'n conflict raakt, dan ga je op zoek naar een stevig fundament. Mm-hmm. En hoe kan zich dat uiten? Nou ja, ik ben toch in mijn geloof verder gaan zoeken naar een fundament. Mm-hmm. En maar dan wel met een wat meer een open vizier naar de rest van de samenleving. Dus ik heb heel wat kerken bezocht. En ik heb nu toch wel mijn honk gevonden, geestelijk dan. Mm-hmm. Maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen van, nou ja, ik zeg het geloof er wel. En ik ga iets anders bekijken of ik hang iets anders aan. Maar ik denk wel dat het goed is als je als persoon, als jong volwassene daarin zelf tot een keus komt. Mm-hmm. Los van de keus van ouders of van anderen om je heen. Mm-hmm. Het kan wel in verbondenheid zijn met de keus van je omgeving. Mm-hmm. Het kan in het verlengde daarvan liggen. Mm-hmm. Maar het is wel belangrijk om zelf die keuze te maken. Zou je ook voorkomen dat het processen zouden kunnen zijn die tot radicalisering zouden kunnen leiden? Mogelijk? Of daar nou ja, daar heb ik in mijn jeugd ook wel voorbeelden van gezien bij de jongeren om mij heen, die er nog veel radicaler in stonden dan, mm-hmm. dan ik zelf. Mm-hmm. Maar we hebben in Nederland gewoon geen radicale christelijke cultuur die gevaarlijk is, gelukkig maar. Ja. Maar dat voor die theoretisch jongeren gezien wel, om die vergelijking ook. Daar. Ja, theoretisch gezien had dat natuurlijk makkelijk gekund. Ja. En daarom trek ik die vergelijking ook naar moslimjongeren, die mm-hmm. dus ook denken dat ze de rest van de omgeving ook moeten gaan plooien naar mm-hmm. hun denkbeelden. Mm-hmm. Ja, dat was iets wat in mijn jeugdcultuur ook gebeurde. Ja. Als iemand met popmuziek langsreed in een auto, dan mm-hmm. er werd er wat van gevonden. Ja. En er werd ook luid en duidelijk gezegd, als we in een restaurant waren, dan werd er gevraagd om stilte, want er moest gebeden mm-hmm. worden, mm-hmm. moest iedereen stil zijn. Ja. En grappig genoeg deden andere mensen, vreemden deden dat dus ook gewoon uit respect voor ons. Maar dat respect was anderzijds, was niet aanwezig. Nee. En dat is nu iets wat ik nu nooit meer zou accepteren. Mm-hmm. En wat ik toen heel normaal vond. Ja. Als eigen burgemeester heb ik ook wel eens meerdere malen gezegd van, hè, dat ik heb in een proces van radicalisering gezeten en ik ook veel van geleerd. Zou je dat voor jezelf ook bijna zo kunnen omschrijven? Zonder dat het dan misschien op geweld of zo? Nee, dat niet. Maar het is maar net wel hoe je ernaar kijkt. Ja. Ik denk dat anderen mij misschien wel radicaal kunnen hebben gevonden. Mm-hmm. Maar zelf duid ik dat zo niet. Nee. Okay. Dank u wel. Als we nog even terugkijken ook weer naar vorig jaar, gesprekken we daar gehad hebben. Een aantal dingen om eens kijken van, nou, hoe is dat dan dit jaar verlopen, wat u toen aangaf van, nou, dat zijn vind ik belangrijke dingen. Om misschien heel even bij het geloof te blijven. U zei van, nou, wat ik in ieder geval probeer, ik probeer in deze stad te doen wat Christus of wat Daniel de profeet zouden doen. Ja. Hoe heeft u dat dit jaar voor elkaar gekregen? Nou, door heel veel kopjes koffie te drinken met verschillende mensen. En, er zijn natuurlijk lopende het jaar zijn natuurlijk heel wat situaties geweest waar je met elkaar van mening kan verschillen. Waar we van mening kunnen verschillen in het openbaar. Maar je kan ook gewoon de telefoon pakken en vragen aan iemand van wat bedoel je hier nou eigenlijk mee? Mm-hmm. En ik heb ook gemerkt dat ik toch wel vaak gebeld werd gewoon door collega's of door mensen uit de stad van joh, dit of dat is er aan de hand. Mm-hmm. Wat gaan we hier nou eigenlijk mee doen? En dan kun je dat proberen te gelden te maken. Op een politieke manier. Mm-hmm. Maar dat is niet alleen opportunistisch, maar dat is vaak ook vernietigend voor je vertrouwensband met elkaar. Mm-hmm. Je kunt ook met elkaar samen uitproberen te komen. Mm-hmm. En Daniel de profeet die gaf raad aan zijn omgeving. Hopelijk heb ik dat ook kunnen doen. Mm-hmm. Maar als christen vind ik ook dat je elkaar gewoon moet helpen als je de kans krijgt. Ja. En ik hoop dat de komende tijd ook vorm te geven. En is dat wat u net ook even aanstipte, de achterkamertjes misschien ook soms een positief effect kunnen hebben? Of? Nou ja, voordat je tot een nogal temperamentvolle politieke discussie met elkaar komt, kun je mm-hmm. elkaar gewoon bevragen op wat je nou eigenlijk ergens mee beoogt. Mm-hmm. En ik ben wel eens door iemand aangesproken op mondelinge vragen die ik had ingediend. Ik vind het zo opportunistisch. En toen ik uitlegde wat ik daarmee beoogde,
En wat de achtergrond daarvan was. Mm-hmm. Was dat raadslid eigenlijk wel heel, heel tevreden over wat gedaan had. Maar de eerste aanzet was best wel heftig. Ja, precies. En ik denk dat we dat met elkaar toch wel vaker moeten doen. En gelukkig gebeurde dat dan niet in een openbaar debat. Want dan sta je toch wel een klein beetje toch wel verschut met elkaar als het allemaal niet zo ingewikkeld is. Ja. Maar we moeten het vaker doen. Ja. Ik ben ook vicevoorzitter van de raad. Daar ben ik benieuwd hoe dat bevallen is dit jaar. U geeft er zelf ook wel aan, heb ik het gesprek van de informateurs, van ik heb eigenlijk soms wel behoefte aan wat meer steun van anderen daarin, in mijn rol. Hoe ervaart u dat? Ja, nee, ik ben natuurlijk altijd fractievoorzitter van de ChristenUnie, maar ik ben ook altijd vicevoorzitter van de Raad. Ja. En, dus ik geloof niet zo heel erg in de twee petten die elkaar afwisselen. Mm-hmm. Ik probeer het wel allemaal zo goed mogelijk vorm te geven. Dus ik probeer geen politiek gewin uit mijn rol als vicevoorzitter te halen. Maar als vicevoorzitter beoog je om elke raadslid gewoon zijn zegje te laten doen. Om elke politieke partij de ruimte te geven om in het debat zich te profileren. En dat mag niet ten koste gaan van andere politieke partijen, hun profilering. Kijk, als iemand naar de microfoon gaat, dan krijgt hij gewoon het woord. Mm. Maar het is wel lastig om een debat te leiden als de gemoederen vrij snel hoog oplopen. Mm. Of als mensen heel standvastig blijven in het stellen van telkens weer dezelfde vragen. En ik geef er wel ruimte aan, maar het moet niet zo zijn dat een debat dat gaat over onderwerp A, dat het dan helemaal gaat over onderwerp B. Want daar zaten we met elkaar gewoon niet voor. Ik heb er ook gewoon een medewerker van de raadsleden op dat moment bij nodig. Ik kan dat niet alleen sturen? Of... Nee. Een voorzitter heeft zoveel macht als dat de raad hem geeft. Mm-hmm. Maar als je daar ten volle van gebruik maakt, dan kalft die macht heel snel af. Ja. Dus de gemeenteraad geeft ons heel veel macht als raadsleden. Ook voorzitters. Mm-hmm. Het reglement geeft ons heel veel macht. Maar als je daar gebruik van maakt, dan neemt het machtsmiddel af in sterkte. Ja. Dus je moet ermee oppassen dat je dat doet. Liefst wil je natuurlijk medewerker van iedereen. Mm-hmm. En soms is een steuntje in de rug van een andere raad die zegt van nou voorzitter, wel fijn dat u het zo doet. Ja. Is dan wel fijn. Ja. Ik zei vorig jaar ook van ik vind het belangrijk dat sociale netwerken in wijken gestimuleerd worden. Met betrekking tot eenzaamheid met name ook wat is belangrijk onderwerp aanstipte. Is dat iets waar dit jaar stappen in gemaakt zijn? Ja, er zijn diverse bijeenkomsten geweest hier op het stadhuis van allerlei betrokkenen, echt hele brede bijeenkomsten, waarin daarover gesproken is en waarin stappen gezet worden. Maar het aanpakken van eenzaamheid is niet iets wat je doet met een tiental nota's en aanwijzingen, maar dat moet echt in de haarvaten van mensen gaan zitten. Mm-hmm. En ik vind het wel leuk om ook bijvoorbeeld het initiatief van supermarkten te benoemen. Die kassières of kassiers dan opleiden om eenzame ouderen bijvoorbeeld te herkennen. Mm-hmm. En het moet heel organisch moet je daarin te werk gaan. Maar er zijn stappen in gezet. Mm-hmm. Er is nog heel veel in te doen. En dat is niet iets wat je als gemeente van bovenaf kan oplossen. Maar waar je ook ondernemers bij nodig hebt. Waar ook gewoon buurtbewoners bij nodig hebt. Het stadsbestuur van Arnhem levert daar een aandeel aan. Maar we zijn misschien wel regisseur, maar we zijn niet de belangrijkste speler daarin. Mm-hmm. U gaf daarbij ook aan van, ik vind het ook wel belangrijk dat mensen met vragen over levenszin terecht kunnen. Bijvoorbeeld via wijkteams bij of moskeeën of kerken of wat dan ook. Is dat iets waar nog een in gang is gezet de afgelopen tijd? Ja, ik denk dat dat nog wat meer, anderhalf jaar geleden is dat wel wat meer bij de wijkteams naar binnen gevlogen. Van mensen met dit soort vragen moeten bij jullie ook terecht kunnen. Want dat zijn ook wel vaak al zaken waardoor mensen meer zin in hun leven ervaren en depressiviteit vermeden kan worden. Kerken, moskeeën zijn niet de enige speler op dit veld die daar zin aan kunnen geven. Maar kunnen daar wel bijvoorbeeld een bijdrage in leveren. Ik hoor ook kerken dat ze mensen doorverwijzen bijvoorbeeld met zingevingsvragen. Maar het is wel belangrijk dat hier aandacht voor blijft. Ja. En ik heb eigenlijk niet zoveel zicht erop in hoeverre dat nou wel gebeurt of niet. En hoeveel casussen zich aandienen bij de wijkteams. Omdat het vaak hele gemêleerde casussen zijn met meer vragen. Maar ik hoop wel dat mensen ook via de wijkteams toch wel doorverwezen kunnen worden naar bijvoorbeeld een humanistisch raadsvrouw of raadsheer. Of naar een kerk of een moskee of waar dan ook heen. Als zij leegte in hun leven ervaren. Want dat zijn ook toch hele essentiële zaken die belangrijk zijn in het leven. En wat kan zo iemand doen dan voor een burger? Ja, wat kan iemand doen? Als je instantie komt, erbij. Je zegt van nou, ik hoop dat iemand daar komt. Ik ben wat zou mij moeten overtuigen dat dit de stap is, zeg maar? Wat voor effect verwacht u daarvan? Dat mensen zelf ook aan het denken gaan over het grote hoe en waarom je ergens bent en wat je leven nou eigenlijk beoogt. Mm-hmm.
En dat mensen dus de zin in hun leven gaan ervaren. Mm-hmm. En dat betekent, als je zin in je leven ervaart, betekent ook dat je zinloos gedrag vaak gaat nalaten. Mm-hmm. En dat, ik verwacht er grote effecten van. Ik ondervind er zelf ook de effecten van zin in het leven. Mm-hmm. Maar ik denk dat het heel belangrijk is en ook echt onderlicht is. Omdat we vooral kijken naar de fysieke gezondheid en naar de psychische gezondheid. Mm-hmm. Maar als je iemand goed op de rit hebt, is het ook wel fijn als iemand snapt mm-hmm. wat er nou eigenlijk belangrijk is in het leven. Ik heb nog een paar vragen van collega's ook. Jullie mogen geboden om even aan collega's ook wat vragen te bedenken. Dus ik kan er u een paar voorleggen als u het goed vindt. Ik begin even met vraag van Stephanie Papen, VVD-raadslid. Haar vraag is, wat gaat uw fractie eraan doen om van de politiek de komende 3 jaar een positief beeld neer te zetten? Ik hoop dat ik het goed opvat, maar een positief beeld, dat komt er vanzelf. Mm-hmm. Dus als je zelf met elkaar constructieve politiek beoogt en ook bedrijft, mm-hmm. dan wordt het beeld daarvan beter. Mm-hmm. Ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, er komt Arnhem weer verkeerd in het nieuws. En dat moeten we maar niet zo hard roepen in de raadzaal, want dat wordt dan opgepikt door de media en dat ziet er niet zo mooi uit. Mm-hmm. Terwijl ik denk van ja, maar dat is wel de realiteit van wat er op dat moment speelt. Ja. En dat beeld, dat is er. Ja, als je in de spiegel kijkt, mm-hmm. dan zie je een beeld. Mm-hmm. Als je niet in de spiegel kijkt, dan reflecteert die spiegel nog steeds. Mm-hmm. En dat kun je ontkennen, mm-hmm. Maar het beeld is er. Dus een beeld dat zal er altijd zijn. En ik denk dat het vooral ons gedrag is wat het beoogt. Ja. Beïnvloedt. Ja. En hoe gaat u dat dan veranderen? Of hoe gaat u dat? Nou ja, ik hoop eigenlijk door te gaan op de weg waar we nu al op zijn. Door toch met vallen opstaan, maar het toch wel een constructieve bijdrage te leveren aan de politiek. Hm. En door anderen iets te gunnen, door mm-hmm. initiatieven te steunen, mm-hmm. Door samenwerking te zoeken. Als we bijvoorbeeld wijzigingsvoorstellen hebben bij raadsvoorstellen. Mm-hmm. Dus daar gaan we gewoon mee door. Oké. Dan heb ik een vraag van Sarah Dobbe van de SP. Die wou al eerst weten hoe uw vakantie was, maar dat hebben we al besproken. En vervolgens wil ze eigenlijk weten of het niet toch een beter idee was. Uiteindelijk waar het om neerkomt haar vraag om het sociale noodfonds van de SP voor de zorgtekorten, om die toch in stand te houden. Of we dan niet nu zo'n de paniekerige reactie, zoals zij hem omschrijft, hadden kunnen voorkomen die we nu hebben? Nou, ik denk dat het Sociaal Noodfonds misschien wel een bijdrage had kunnen doen aan de tekorten op de zorg. Maar dat is een slecht een deel van de oplossing. En ik denk dat er ook een deel van de oplossing moet komen van het Rijk, mm-hmm. waar toch landelijk duidelijk is dat vrijwel alle gemeenten ontzettend veel tekort komen op het zorggebied. En dat is niet iets wat alleen in Arnhem speelt. Mm. In Arnhem hadden we wel een noodfonds voor de zorg. Mm-hmm. Op zich was het ook geen slecht idee. Maar het is ook wel wat om structureel een noodfonds op te zetten. En dan weet je gewoon dat je eigenlijk te weinig geld voor de zorg begroot. Tijdelijke oplossing, zegt u. Het is eigenlijk geen goede oplossing in een begroting. Nee. Als je bij het begin van een verbouwing zegt van ja, we gaan een noodfonds oprichten voor calamiteiten voor verbouwing, en dat ga je bij elke verbouwing doen, dan moet je gewoon beter gaan begroten. Okay. Vraag van Leo de Groot heb ik er nog, Partij voor de Dieren. Die vraagt wat uw beeld is, hoe het vervoer van de toekomst eruit ziet. En dan zegt hij over pakweg 50 jaar ongeveer. Hoe vervoeren wij ons dan? Ja, pakweg 50 jaar, dat is best wel lang hoor. Best wel lang, ja. Ik vind dat een beetje speculeren, maar wat is uw beeld erbij? Ja. Dat is echt wel een lastige vraag gezien de tijd. Mm-hmm. Maar 50 jaar, nee. Ik denk dat we dan toch wel allemaal elektrisch vervoer hebben. Mm-hmm. En dat dat veel meer georganiseerd moet gaan dan nu. Mm-hmm. Dus nu zoeken we allemaal afzonderlijk van elkaar ons weg. Mm-hmm. Ik denk dat dan de enige optie is om ons te vervoeren, om dat collectief te doen via het openbaar vervoer. Mm-hmm. Omdat de bevolking zo snel toeneemt, met name in de west van het land, waardoor jezelf je autootje besturen over de snelweg heen. Nee. Dat het gewoon niet meer kan. Dat werkt niet meer. Misschien door de lucht? Of is het... Nou ja, dat zou kunnen. Maar daar heb je nog wat meer energie voor nodig. Ja. Dan wanneer je ook gewoon gebruik kan maken van de grond. Ja. Maar ik denk dat in ieder geval collectief zal moeten zijn. Ja. Oké, dank u wel. Dan tot slot. Vorig jaar ook vroeg ik u om een cijfer te geven voor de fractie en uzelf. Weet u nog wat het was? Of, Nee, ik weet eigenlijk niet meer. Okay. Nee. Nou, lijkt me wel. Vorig jaar kreeg uw fractie een 7. En zelf was u erg bescheiden. U zei, ik kreeg een 6. En daarop zei u van, maar dit jaar ga ik proberen om sterke leider te zijn door zelfs vak te zijn. Dat was waar u toen mee afsloot. Maar de fractie kreeg 7, u zelf een 6. Als u nu over dit jaar terug zou moeten kijken. Mm-hmm.
Hoe zou het dan zijn? Is het beter, hetzelfde, minder? Ik vind het wel voor de fractie hetzelfde. Okay. Waarom? Waarom weer een zeven? We hebben een kleine fractie, maar we zijn toch in staat om een goede bijdrage te geven aan debatten. We volgen de politiek op de voet, we volgen de onderwerpen op de voet, we nemen initiatieven. Dus ik vind wel dat we dat aardig doen. Mm-hmm. Dus daar vandaar een zeven. Mm-hmm. Persoonlijk, als ik zo onbescheiden mag zijn, vind ik dat ik toch wel meer in de rol gegroeid ben die ik mezelf aangemeten heb of aangemeten heb gekregen, kan ik beter zeggen. En welke rol bedoel je? Fractievoorzitter? Die van fractievoorzitter. Vicevoorzitter of beide wel? Nee, ik vind mijn rol als fractievoorzitter in dit geval, daar geef ik een cijfer op. Mm-hmm. En ik vind dat het ook mag een 7 mag zijn. Oh, 7. Ja. Kijk, nou, hetzelfde als de fractie. Ja, dus. Ja. Het hoeft ook niet minder te zijn. Nou, hartstikke goed. U heeft groei doorgemaakt dit jaar. Ik neem aan dat ambitie om te groeien hebben we altijd natuurlijk. Wat zou u willen doen om volgend jaar naar 7,5-8 misschien te gaan? Ja. Het is lastig om daar te zeggen van waarom dan geen 9, waarom dan geen 10? Nou ja, maar in ieder geval om te groeien. Het gaat niet om cijfers, maar wat wil u verbeteren? Ja. Dat is eigenlijk mijn vraag. Ik heb kinderen die dan altijd zeggen van ja, als ik een 6 haal voor die toets, dan haal ik toch nog een voldoende aan het eind van het jaar. Zo moet het natuurlijk ook niet wezen. Nee. Maar ik denk dat ik meer met mijn fractiegenoten en met andere politici uit de raad in een gesprek moet gaan van hoe zou ik nou verder kunnen groeien. Dus ik denk dat het heel erg leuk is om de mening van een collega te vragen die van de andere fractie is. Vind je nou eigenlijk wel dat ik het doe? Ja. En af en toe doe ik dat ook wel eens als we met een biertje ergens na een vergadering staan na te praten. Maar het is ook wel leuk om daar een keer over te praten met elkaar. Ja. Ja. Absoluut. Maar wat heeft u voor uzelf ook iets waar u zegt van nou, wil ik nog gaan werken? Nou, ik denk wanneer ik doorga op de weg die ik ingeslagen heb, dus wat meer op een relaxte manier politiek bedrijven, wat meer layback de fractie leiden, dat andere mensen inderdaad meer tot hun recht komen en dat je uiteindelijk daar dus gemiddeld sterker voor wordt. Ja, okay. Dus dat een sterk team is beter dan één sterke persoon. Ah.